In plaats van alle lichten uit te laten tijdens de lockdown, zet de Meerpaal in Dronten extra lampen aan. Nou, daar gaan we over praten met Johan Bonenkamp van de Meerpaal. Goedemiddag. 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 Hoe wordt er op gereageerd? Nou, positief. Mensen komen langslopen en zien de mooie lichtjes. En ja, we hopen daarmee een beetje, nou ja, licht, positiviteit. En je zei het net al, met deze donkere dagen en die grijze luchten. Mm. Ja, en er gebeurt weinig in zo'n pand momenteel. We moeten dicht. Ja, ik wou net zeggen, de lampjes die staan niet aan omdat we gewoon een leuk kleurtje naar buiten willen uitstralen. Nee. Dat is echt een boodschap. Het is echt een landelijk initiatief. Hè, ja. waar veel organisaties die rondom kunst en cultuur werken, maar ook maatschappelijk, de maatschappelijke betrokkenheid. Ja. Want de Meerpaal is meer dan alleen een theater en een kunstcentrum, is ook een welzijnsorganisatie. Mm-hmm. Maar we willen laten zien dat we er wel zijn. En dat er dus wel, er wordt eigenlijk heel hard gewerkt. Niet aan de dingen waar we het liefst natuurlijk met elkaar aan werken. Nee, maar je zegt er wordt heel hard gewerkt. Waar kan je dan aan werken? Want er is op dit moment ook geen toekomstvisie. Nee, dat klopt. Er wordt hard gewerkt aan onderhoudsklussen. Weet je, dat zijn de dingen waar mensen mee bezig zijn. Was dat nog niet gedaan de vorige lockdown? Ja, er was wel al veel gedaan. Maar we hebben bijvoorbeeld de Meerpaal. Maar dat is nu even voor de Meerpaal heel specifiek. We moeten heel erg specifiek kijken naar zijn trekkerwanden. Van de zomer moeten er acties in gemaakt worden. Dus we zijn ons wel aan het voorbereiden. Dat is het dan. Mm-hmm. De horeca ligt natuurlijk helemaal plat. Vanuit het kunstencentrum, de academie, worden er wel lessen gegeven. Maar dat gebeurt allemaal online. En te hooi en te gras doet een docent dat juist wel weer bewust vanuit een leslocatie in de Meerpaal. Maar je zegt ook, de Meerpaal heeft ook een maatschappelijke functie. De mensen die het moeilijk hebben in deze dagen, die alleen zijn, zouden juist een puntje van steun kunnen krijgen in de Meerpaal. Ja. En dat kan dus nu ook niet. Nou ja, nee, want we zijn eigenlijk dicht als pand. Hè. En vanuit de welzijnskant zijn er wel activiteiten die doorgaan. Maar dat is zeer beperkt. Mm-hmm. Maar een heel klein voorbeeld. Vrijdag kreeg ik bijvoorbeeld van een groep mensen die aan zitdans doen. Dus die hebben best wel problematieken, fysiek ook. Maar die zijn wel met elkaar, zijn over het algemeen allemaal senioren. En die hebben, die zijn met die activiteit, zijn ze met elkaar bezig. Dat is naast dat ze dus een mooie culturele activiteit doen. Hè, want ze zijn echt een choreografie aan het instuderen met elkaar. Maar heeft het ook een enorm verbindende werking. En dan krijg ik een mail binnen van, ja Johan, mogen we alsjeblieft wel bij elkaar komen, want we missen elkaar. Ja. Ja, en dan merk je op zo'n moment dat je dan, hè, ik ben dan nu interim bestuurder van die organisatie. En dan realiseer je wel van, ja, shit. Mag niet natuurlijk. Het mag niet. En we kunnen het niet doen, maar het is wel nodig. Beschadigd mensen. Ik zou liefst de hele tent open willen gooien. Ja. Maar ja, het als mag mens, niet. Als mens doe je dat ook gelijk. Maar als mens doe je dat ook. Maar sta je met je rug tegen de muur. Je staat met je rug tegen de muur. En het hele ingewikkelde is daar nog eens een keer aan dat er geen perspectief is. Nee. En dat vind ik het hele vervelende van deze situatie. Hè? Dat je op een gegeven moment, natuurlijk weten we allemaal dat we mee moeten werken. En dat doen we ook om nou ja, voor die hele pandemie daar je rol ook in te nemen. En ook daar zo veilig mogelijk mee om te gaan. En te hopen dat dit de juiste weg is. Dat, maar ja, het ingewikkelde is, en je haalde het al aan, er is geen perspectief. Dus ja, waar moet je naartoe bewegen? En dat maakt het ingewikkeld. En daarom hebben we ook gezegd van, ja, weet je, we willen wel laten zien dat we er wel zijn. Daarom in deze donkere, ingewikkelde tijden, nou, op zijn minst een gekleurd lampje om te laten zien dat het geen dode panden zijn. Maar jullie zijn gelukkig niet de enige. Voorhuis doet ook mee. Nee. Kunstlinie doet ook mee. En landelijk doen ze ook allemaal mee. Ja. Wat, heb je al reacties gehad? In de zin van mensen die buitenlangs lopen zeggen van, ja, oh joh, dat geeft me toch een beetje warmte. Ja, nou ja, kijk, wij hebben het gekoppeld aan, we hebben advertenties in de lokale krant en zo hebben we gezet van, joh, weet je, kom langslopen, maak een foto, wees ook als Drontenaar trots op dat dit er wel is. Mm-hmm. En mensen die draaien zich even om en die zien dat dan. En dan die lopen hun rondje. En ja, dan hoop je dat proberen wij een beetje uit te lokken. Van joh, maak er een leuke foto van. Stuur hem op. En dan gaan we weer terug naar dat oude gevoel van de Meerpaal. Dan hangen we een draadje op. En, de oude kaarten. Dan laten we de oude kaartenactie. En dan laten we het zien. En laten we proberen op die manier een beetje verbinding met elkaar te houden. Maar echt druk op het plein is het natuurlijk niet. Nee. Want alle winkels zijn gesloten. Dus mensen blijven thuis in principe. Ja, dus dat is het ook het ingewikkelde. En hoop je,
ja, dat het mensen een beetje steun geeft. Dat we aan ze denken. En dat ze zien dat zo'n ontzettend belangrijk pand in een gemeenschap zoals de Meerpaal is in Dronten, dat ja, wel open wil, maar niet kan. Ja. Is dit de eerste van meerdere acties die misschien nog gaan komen? Leuke, mooie, fijne, warme acties? Wij proberen onze rol daarin in te pakken. Dus door steeds de aandacht erop te blijven vestigen van, weet je, wat er allemaal wel kan. Dus dat zodra dat er iets kan en waar wij de mogelijkheden zien om een opening te creëren, zullen wij het niet nalaten om dat te doen. Dat is steeds onze insteek. Mm-hmm. Dus wij zeggen niet, er kan niet. Nee, wij zeggen juist, wat kan er wel? En dat is wel onze filosofie, om dat te proberen binnen de mogelijkheden die er zijn. Ja. En we blijven optimistisch daarin. Misschien tegen beter weten in, weet ik niet. Dat zullen we zien. Ja. Dat zal de tijd leren. Maar we blijven wel optimistisch. En tegelijkertijd, ja, dat optimisme hebben we met natuurlijk de nodige zorgen. Ja. En die lampen dan? Tot wanneer blijven die aanstaan? Totdat de theaters weer open mogen? Ja, we hebben daar niet echt nu een eindpunt voor gemaakt. Maar natuurlijk wachten wij ook natuurlijk heel erg af. Wat gaat er gebeuren op 3 januari? Ja. Als we weer de nieuwe berichten krijgen. Ja, en zo hobbelen we eigenlijk van periode van 2 tot 3 weken... weer naar de volgende 2 tot 3 weken. Ja. En ja, doe je best om te kijken van wat krijgen we wel. Dat kan wel. Ja. Ja. Ja, in het theater geldt meestal, niks lijkt onmogelijk. Nou ja, dat proberen we. Tegelijkertijd, ja, wil ik ook wel een kritische noot daar ook over laten horen. Hè. Je zult, als je het nou op de theaterkant betrekt, ook op een gegeven moment wel het perspectief weer met elkaar moeten hebben. En de mensen die daarin werken, en even voor jullie beeld, 70% van de mensen die in die sector werken in ZZP'er, Nederland, is ZZP'er. Nou, die precies. Zijn inmiddels ook wat anders gaan doen. Ja, dus dat baart ons wel zorgen van, ja, wat voor inhoud kunnen we straks nog wel met elkaar gaan realiseren. Ja. En dat zal er ongetwijfeld komen. Maar deze sector gaat er hier nog jarenlang last van krijgen. En tegelijkertijd is dat een enorme uitdaging om dan juist te gaan kijken, wat kunnen we wel voor elkaar krijgen. En moeten we elkaar vasthouden. Ja. En helpen en steunen, nou ja, en dat lichtje laten branden. Ik zie hier op zich wel een positief persoon voor mij staan. Maar het kan me niet aan de indruk onttrekken dat jij af en toe ook wel eens denkt van, jongens, poepoe, nou ja, weet is best je, lastig. Dat is het ook. En ik kan je zeggen, ik ben in mijn werk nog nooit van mijn leven zo druk geweest met een organisatie die dicht is. Ja. Je communiceert je 3 slagen in de ronde. Niets is meer in een routine. Alles moet je weer opnieuw met elkaar uitvinden. En dus ik ben wel een optimistisch mens. Gelukkig. Maar ik merk ook wel dat het heel veel kracht en energie kost. Niet alleen van mij, maar juist ook van al die mensen die daar werken. En ook om mensen gemotiveerd te houden. Dat? Ja. Dat? Ja. En ik moet zeggen dat bewonderenswaardig bij de Meerpaal goed gaat. Het elastiekje kun je rekken. En op een gegeven moment is die rek eruit. En ik hoop wel dat we zo snel mogelijk weer iets kunnen gaan doen. Ja. Zodat we weer energie kunnen bufferen om dan weer door te kunnen gaan. Daarom, want het is een mooi pand met meerdere disciplines erin. Zo is ja, het. Want de lampen die blijven dus voorlopig nog wel eventjes aanstaan. En jullie roepen dus mensen ook op om een foto te maken. Ja. Een selfie of mag een selfie, mag een leuke foto zijn. En we gaan ze ophangen. En we hebben er een prijsvraag aan gekoppeld. Weet je, om mensen gewoon te stimuleren. Kom langs, loop even langs. Ondanks dat het misschien druilerig weer is. Maar doe je ommetje. En dan de mooiste foto. Wat en dan hebben we, volgens mij is het dat we kaarten voor toekomstige voorstellingen ook weggeven. Ja. Dus daarmee voorstellingen, dat zijn, dat weten we. Ja, dat wordt de grote verrassing. Dat wordt de grote verrassing. Nou, maar dat is ook leuk. In het theater moet je ook laten verrassen. Zo is het. Goed. Leuk dat je er was. Hou vol met deze acties. We wensen jullie sterkte voor de komende periode nog. Dankjewel.